We komen gewoon steeds meer in een economie terecht waar dingen digitaal waarde hebben. En wat Amdax zou willen aanbieden is dat je als belegger of investeerder die groei kan meemaken. Mijn gast verkocht zijn eerste bedrijf succesvol, kon met pensioen, maar daarvoor was hij nog iets te jong en vooral ook iets te ambitieus. En dus startte hij een nieuwe onderneming, Amdax, dat zich richt op de serieuze crypto-belegger. Welkom bij ZVD-TV. Lucas Wensing, van harte welkom. Uh, ja, de cryptomarkt, daar gaan we het over hebben. En over AMDAX, uh, uiteraard. Um, maar laten we eens beginnen met uh, waar, in jouw ogen, de cryptomarkt op dit moment een beetje staat. Want het is een dynamische markt, zullen we zeggen. Kan je wel zeggen, ja, dat is ja. ook een beetje onderdeel van de problematiek van ondernemen in deze sector. Is dat ja. Uh, volatiliteit, uh, ja. ja, van van elke dag is bijna. Uh, ups en downs zijn uh, de standaard ongeveer. Mm -hmm. En uh, ja, we zitten nu in een wat een beetje uitgezoomd perspectief in een markt die aan het herstellen is, aan het herstellen van het rampjaar 2022, als ik dat uh, even zo mag benoemen, ja. uh, waar veel mensen een actieve herinnering aan hebben, zeker de mensen die uh, belegd waren in dat jaar. Mm -hmm. En was je dat niet, dan heb je wel gezien dat uh, verschillende cryptobedrijven zijn omgevallen. Uh, zowel in het buitenland als in het binnenland uh, ja. allerlei cryptoproblemen waren. En dat, uh, ja, dat eigenlijk uh, het ene na het andere drama zich ontvouwde. En nou, eind van het jaar was dat zo'n beetje voorbij. En we zitten langzaam in wat meer uh, herstel. Ja. Uh, we, we spreken ja. nu mid-2023. We ja. zien wel geluiden nu uh, dat er dingen aan de hand zijn. Wat zijn op dit moment de ontwikkelingen in jouw ogen? Nou, er zijn een paar dingen, denk ik, die voor um, crypto spreken nu in mm -hmm. goede zin. En dat heeft voornamelijk te maken met wet en regelgeving. Ja. Uh, in Europa is dat, denk ik, vanuit een wereldperspectief uh, het meest volwassen. Het is de, de meeste duidelijkheid over hoe cryptobedrijven zich kunnen gaan bewegen in Europa en over Europa. Uh, ja, dat, dat is echt onderscheidend ten opzichte van andere regio's. Mm -hmm. Tegelijkertijd, de nieuwe wet en regelgeving daaromtrent, die gaat over zo'n kleine twee jaar in, overigens. En daar zijn de partijen in Europa zich nu op aan het voorbereiden. Mm -hmm. uh, maar vooral de duidelijkheid over waar het naartoe gaat, is iets wat uh, hoopvol stemt. En wat. Uh ja, wat partij ook aantrekt richting Europa. En een en in partij... Amerika is het natuurlijk nu een grote rommel tegelijkertijd. Ja, wel daar. rommel. Dus, maar maar ja. aan de andere kant, een BlackRock die nu uh, als vermogensbeheerder instapt. Dat dan op dit moment, nogmaals daarom dat ik ook even duid van we spreken nu zomer 2023. Hè, want dat vooral natuurlijk wekelijks uh, het nieuws en ontwikkelingen bijna. Maar is dat een teken aan de wand dat er toch aan de kant van de. Dat ik zo zeggen, de wat traditionelere partijen, dat er toch een soort bewustzijn komt van hey, verrek, misschien moeten we er toch maar iets mee gaan doen. Ja, zeker als een, een partij als BlackRock, hè, de grootste vermogensbeheerder ter wereld, uh, hiermee begint, uh -huh. dan doen ze dat als eerste goed voorbereid. Dan weten ze precies hoe ze zo'n aanvraag uh, met succes moeten afronden en uh, door de, ja, er doorheen moeten loodsen. Ze hebben daar ook een enorm goed track record in. Uh, ja, en dit zijn, dit zijn de, 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 de grootste traditie, traditionele financiële instituten. En uh, ja, die, die, als die dit soort nieuwe domeinen gaan omarmen. Uh, dus uh, dan is crypto gewoon een serieuze nieuwe S-klas geworden, waar elke belegger uiteindelijk uh, aan blootgesteld gaat worden. Ja, dus, ja. Het is heel, dus wat dat betreft voor de sector heel positief. Um, het is wel opvallend dat nu het lijkt uh, met dit positieve nieuws, dat de traditionele financiële wereld er met de buiten vandoor gaat. En de partijen die zich initieel opgeworpen hebben als. Uh, Centrale partijen in deze nieuwe wereld, dat die uh, allemaal met de problemen zitten. Ja. Ja. Uh, Zometeen meer over Amdax en of jullie met hele grote problemen zitten, of dat jullie er juist krachtiger aan het uitkomen zijn. Ik denk we, we richten ons met name ook op uh, de ondernemers die zitten te kijken. En misschien ook wel beleggen en zo. We hadden het in het voorgesprek heel kort even over, dat je zei, er zijn waanzinnig veel nog steeds misverstanden uh, als het gaat om wat nou die cryptomarkt eigenlijk is. Hè? Wat, wat zijn wat jou betreft de meest. Uh, irritante misvattingen waar, waar jij ze nu en dan van een gast. Nou, het zijn een heleboel dingen die, uh, die, ja, die, die soms wel eens wat uh, vervelend kunnen zijn. Ik heb bijvoorbeeld de, de dagbladen communiceren natuurlijk nog steeds... Uh, het liefst over cryptomuntjes en cryptovaluta. Alsof elke crypto die bedacht is, een valuta is... Ja, dat is in mijn ogen natuurlijk niet zo. We hebben het, uh, Bitcoin heeft de karakteristieken van een valuta. Ja. Uh, het wordt ook wel gewoon digitaal geld genoemd. En dat is ook terecht vanuit de kenmerken die het heeft. Maar eigenlijk alle andere munten die hebben een ander doel. Dus uh, over crypto valuta spreken, dat, uh, dat vind ik een soort van misvatting. Um, Wat zijn de doelen dan van andere? Uh, Crypto's? Ja, dan kom je natuurlijk al wel wordt het vaak wat technischer. Ja. Maar wat is de use case van een crypto munt? Waar, waar gebruiken we hem voor? Nou ja, Bitcoin is in mijn ogen een variant op geld. Daar, kunnen we natuurlijk, daar sta ik wat meer op inzoomen: Ethereum, is ook de andere grote crypto munt, dat is een, um, een digitale variant van een uh, financieel contract. Ja. Dan ga je het echt het blockchain verhaal. Nou, uh, blockchain de... komt in beide gevallen en speelt een centrale rol. Maar blockchain ja. is niet um, de kern van het verhaal, maar is meer een, een middel wat je nodig hebt om je doel te bereiken. Ja. Een noodzakelijk kwaad. Um, Bitcoin is ook, uh, of de, de blockchain is in principe ook iets wat je niet wil gebruiken, behalve als het niet anders uh, kan. En je hebt het nodig als je decentraal wil kunnen opereren, zonder ja. een bank, zonder een verzekeraar of een centrale partij die iets regisseert in die financiële wereld. Is dat ook meteen de, is dat ook meteen de grootste weerstand die is ontstaan in de traditionele wereld? Dat dat soort dingen worden gezegd? Dat, als jij centrale bank heet bijvoorbeeld? Ja, als centrale bank zou je moeite kunnen hebben met een, een, een geldsysteem wat niet centraal geleid kan worden. Ja. Want dat is Bitcoin. Ja, dat ja. is voor mij dus ook het grote voordeel. Ja. Dat er niet uh, ingegrepen kan worden in de werking van je munt en dat het vast ligt. En dat ik ja. alleen maar de software hoef te begrijpen en niet hoef te, te, te weten of te verwachten hoe een centraal orgaan uh, met het concept geld omgaat. Ja. Dat is voor mij een duidelijk voordeel. Is dat uit wantrouwen naar het centrale orgaan geboren? Of is dat uit het, uh, de, de, het positieve wat je ziet in die, in, in die nieuwe mogelijkheden? Ja, maar ook een beetje uit de realisatie dat uh, macro-economie zo complex is dat je dat eigenlijk niet centraal kan or uh, orchestreren. Het is, het is bijna arrogant te noemen dat je uh, kan veronderstellen dat een centraal orgaan, zeg maar een ECB, een Europese centrale bank of een Amerikaanse centrale bank, alle kennis heeft om. De juiste beslissing te maken over hoe de rentestand moet zijn. Dat is, dat is altijd zo'n gegeven, uh, wat uit zoveel parameters bestaat, dat het, het is eigenlijk niet goed centraal te, uh, te organiseren. En intelligente software kan dat wel. Nee, ik denk dat je het dus ook niet moet willen organiseren. Dat daar het, uh, het punt zit. Oeh. Ja. Loslaten, zeg jij? Ja, ik denk dat je, dat je het veel meer aan de markt kan overlaten. Straks, misschien meer over die markt en die ontwikkeling en jouw visie daarop, maar laten we ook eens het ondernemersverhaal uh, optekenen. Want jij had een bedrijf, dat heb je tien jaar zo gerund, toch? Ja, ik heb uh, een, uh, achtergrond in de, in, de, in de IT, dus ik ben uh, softwareontwikkelaar vanuit de. je een nerd maar, eigenlijk? Ja, ik ben gewoon een nerd, ja. Ja, die zijn hip. Kale Nerd. Kalle een baard. Ja, ja, ze, ja. ja beter ze, Ik kan Ben niet echt eigenlijk. zo ongelooflijk hip. Ja, echt, en je kan er praten. ja ik kan nog praten. Ik zie ik kan ja. nog een beetje over praten. Ja, dat praten. is echt geweldig. Maar dat bedrijf, dan, wat deed dat bedrijf? Um, het was een spin-off van de tijd dat ik bij Microsoft werkte. Daar bedienden wij de Microsoft Partners om de Microsoft Technologie uh, te ah. gebruiken als basistechnologie voor eigen producten. Dat was het doel wat we hadden. Okay. En na een tijdje zagen wij een kans om inderdaad de uh, basistechnologie van Microsoft zelf tot een eigen product uh, te maken. En dat op de markt zetten. En dat uh, heb ik samen met een collega van destijds uh, gedaan. En ook verkocht aan Microsoft uiteindelijk? Nee, uiteindelijk verkocht aan KPN. Uh, ah. We zaten in het segment van uh, ja, wat nu Microsoft Teams is en, uh, en Google Meet. Weet je dat? dat ja. Thuiswerken, online vergaderen. En dat integreerden wij met telefonie. Je vaste nummer die je normaal op je zaak had. Vroeger had je ook nog een telefoon op je bureau staan. Ja. Ja. Dat weet je niet, misschien, ja, wij weten dat nog, maar ja. veel mensen weten dat niet meer. Dat je met een vast nummer... Ja. En dat, ja, Door onze technologie kon dat dus ook thuis overgaan ah, ja. hè, op de computer waar je op dat moment mee werkte. Dus je kon plaats en tijd onafhankelijk werken. Hoe oud was jij toen toen je het verkocht, het bedrijf? Ik was toen uh, 42. 42. Ja. En toen was je financieel onafhankelijk? Ja. En dan? Wat gebeurde er dan? Nou, dan ga je met pensioen. En ja, dan valt, ga je, weet ik veel. Ja, dat, dat is het, weet ik veel. En dat, dat valt tegen. <laughs> ja, dus, nee, ja, dat hoor ik van zoveel ondernemers. Nee, is maar dan. goed, het, was ook, het, was gewoon, het is fijn. Uh, maar wat er, wat er eigenlijk gebeurt is dat je, waar geld uh, in de periode dat je een bedrijf hebt, natuurlijk voornamelijk uh, je gereedschap is om je bedrijf te kunnen runnen, ja. uh, wordt het in één keer eigen vermogen in die categorie. En dat is een heel andere, heel andere categorie geld. Het is hetzelfde euro, maar hij werkt heel anders. Dat is ook weer zorg. Ja, want je gaat er dan dus ook zorgen om maken. Wat moet ik daarmee en hoe scherm ik dat? Hoe, hoe laat ik het groeien? Uh, je gaat je daarmee ook verdiepen in de financiële wereld. Tenminste, dat deed ik. Dat was eigenlijk ja. niet mijn domein. Maar de financiële wereld is ook heel technisch. Dus ik voelde me daar op zich wel in thuis. Ik schrok ook een beetje over de stand van zaken. En uh, uh, ik, ik had behoefte aan een manier om me daar een beetje tegen te kunnen verzekeren. Als je, het zo je, 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 maakt je schrok van het systeem, zeg maar ja, hoe het werkte? Bijvoorbeeld de enorme hoeveelheid schulden die we nu wereldwijd hebben opgebouwd. Dus op landenniveau of... Op nou, ik vind het ook Amerika heel ingewikkeld, hier zouden we uren over door kunnen praten. Ja, het is ook. heel ingewikkeld, ja. en dat, maar het wordt ook, daar kom ik wel een beetje achter, bewust ook heel ingewikkeld gemaakt. Mm -hmm. uh, waardoor je ja, een beetje gestimuleerd wordt om maar in slaap te vallen en je er niet te lang over na te denken en maar door te gaan met wat je toch al deed. Uh, en dat hoeft volgens mij allemaal niet. Dat, uh, ik proef een enorme voedingsbodem om Amdax op te richten, zeg maar. Nou ja, wel om in ieder geval geïnteresseerd te zijn in het alternatief wat ik ook tegenkwam, dat was bitcoin. Want dat was in die tijd dat dat. Uh, Praten we echt over de hype-tijd? Of wanneer, ja, nou, wanneer hebben we het hier over? Deze periode? Ja, we zijn met, uh, met Amex begonnen in 2019. Oké. Okay. Uh, maar op zich, Bitcoin is natuurlijk ouder. Hè. Dat komt uit 2008. Ja. Ja. Is ook bedacht in de financiële crisis uh, van destijds. was dus de huizencrisis in Amerika. Die oversloeg naar bankencrisis. En van Amerikaans probleem echt een wereldwijd probleem werd. Mm -hmm. uh, daarin was schuldenproblematiek natuurlijk een belangrijk uh, thema. Uh, en het, hoe, hoe kom je nou in al die schulden? Hoe, hoe, hoe ontstaat al dat geleende geld? Uh, hoe, hoe kan je al dat geld creëren? Er nou, zit een enorme leergang achter. Uh, en de creatie van geld is daar een belangrijk onderdeel van. Het kunnen bepalen hoeveel geld er in omloop is en wat de prijs van dat geld is, de rente. Dat is een, een variabele waarmee gespeeld wordt en aan gedraaid wordt. En, um, nou, ik raakte er wel steeds meer van overtuigd dat het niet per se het enige model is waarop we onze economie kunnen uh, baseren. En um, Bitcoin is zo'n model wat een... Wat op een andere filosofie ja. gestoeld is. Ja. Dus daar raakte ik een aanraking, daar investeerde ik zelf in. Nou, dat ging op en neer natuurlijk. Ja. Dus het was allemaal veel erger dan het huidige financiële systeem. <laughs> dus je leert wat, je wordt een beetje misselijk en dan in één keer ben ik weer heel blij. Dus dan moet je ook even van wennen. Het <laughs> was toen allemaal nog spannender dan nu. Uh, toen het, ging het echt, uh, ja. kwam het ook met 20, 30 procent ja, ja, de volant, volatiliteit ja, de was enorm. Ja, I know. ook, zat er toen ook al een klein beetje in. Ja, ja. Uh, maar goed, vastgehouden en, en, en blijven verdiepen. En na een tijdje was ik zo enthousiast en begripvol, vond ik zelf. Dat ik dat verkocht aan vrienden en vriendinnen. En, uh, en nou, toen ik nog niet klaar was... Dat, dat advies? advies om het maar te kopen. Toen dacht ik ook van, nou dan moet ik er maar gewoon een, een bedrijfsmatig ook wat mee gaan doen. En zie hier de geboorte van Amdax. hier de geboorte van Amdax. En waar ja. komt de naam vandaan? Het is, een, ja, het is een soort van afkorting. We zaten destijds op uh, beursplein 5 uh, ja. in Amsterdam. Dus het staat voor Amsterdam Digital Asset Exchange. Niet zo gek hè? Nee, is best cool. Ja, dus ja. je hoort al digital asset. Dat vind ik eigenlijk een wat mooier ja. woord dan uh, cryptovaluta. Ja. Het zijn eigenlijk ja. gewoon een digitale ja, asset. Ja, ja. En dat is natuurlijk de wereld een wereld die zo groot wordt. Ja, en dan heb je het niet alleen maar over bitcoin, maar eigenlijk over, over alles wat uh, een digitale vorm kent. Uh, en dat vind ik eigenlijk wel het mooi in die echte filosofie van bitcoin. En dat is waar het mij ook het meeste raakt, waarom het zo disruptief is. Mm. Want een kijk, een nieuw soort geld, dat is, dat is al jarenlang, dat is, dat is altijd al gebeurd. Er zijn altijd weer nieuwe vormen van geld geweest, zo in de, in de afgelopen duizend, 2000 jaar. Dus dat is helemaal niet spannend. Maar wat wel spannend is, is dat wij de afgelopen 30 jaar geleefd hebben in de ontwikkeling van informatietechnologie en de opkomst van internet. En dat, was natuurlijk, uh, dat heeft ons ontzettend veel gebracht. Heel veel arbeidsproductiviteit gebracht en de wereld werd piepklein. Je kon, ja. Uh, ja, en dat, dat wordt alleen maar erger. Dus alle informatie van de hele wereld zit in je achterzak en kan je met het grootste gemak naar je toe halen. En als je nog een beetje slimme AI hebt, kan het ook nog eens een beetje ja. goed uitgekoud en voorgesorteerd bij je terechtkomen. Uh, maar het is wel één grote kopieermachine. En dat heeft heel veel gebracht, want daardoor heeft iedereen een kopie en kan iedereen overal bij en ben je dus super slim of super kennisvol. Uh, maar op het moment dat we naar een wereld toe gaan waar steeds meer zaken digitaal geboren worden en ook digitaal doodgaan, waar geen normale fysieke verschijningsvorm meer in zit, wordt het, het kunnen aantonen van het bezit van die digitale content wel steeds belangrijker. Wat heel hype is natuurlijk, uh, wat is het uh, een jaar of twee jaar geleden met de NFT's natuurlijk heel erg uh, is geweest, maar wat je in de gamingwereld natuurlijk al langer ziet. Op ziet ja. Ja. Ja, dat, dat zijn voorbeelden van, maar het is voor veel mensen is dat het bezit van iets digitaals blijft een beetje een moeilijk concept. Ja. En zeker ook omdat ze daar niet zo goed begrijpen waar het, waar het verschil zit tussen dat je zelf iets bezit of dat een centrale partij iets bezit. Kijk, als jij natuurlijk op, op Facebook een filmpje maakt, hè, dat doe je nou en dat zet je daarop. Uh, dan is het jouw filmpje, Dan weet je, want je hebt het geproduceerd. Maar ja. degene, de bank die het vasthoudt, dat is Facebook. En Facebook is jouw marktplaats. En ook Facebook is jouw verdienmodel, uiteindelijk. Ik ja, noem maar een voorbeeld, hoor. misschien werkt ja, het wel. Ja, wat nou alles ja bij laten je we YouTube pakken, je begrijpt maar, het. Ja, ja, je ja, dat iets, ja, ja. Um, en dat betekent ook dat zonder die centrale partij kom je nergens. Nee. En jouw klant ook niet. Um, dus eigenlijk is de bezitter van de content, is dat... Is dat is, uh, YouTube of, uh, of Facebook. Ja. Het is niet decentraal opgezet. Jij kan niet zelf bepalen wat de content kost... hoe je het distribueert. Uh, en de, jij, bent ook niet, jij bent ook niet degene die de revenue pakt. En daar moeten we naartoe, zeg jij. Nou, dat is een, een belangrijk onderdeel... van de verdere groei van, um, ja. van, van internettechnologie. Dat bezit ook daadwerkelijk bezit, jouw bezit kan zijn... aantoonbaar jouw bezit, zonder een centrale partij. Want als nu YouTube failliet gaat... of ze blokkeren je... waar we het net ook al eventjes over hadden... dat zijn ja. dingen die kunnen... ja, dan valt je hele verdienmodel weg... Ja. En uh, dat in de normale wereld. kennen we dat probleem natuurlijk ook. Een bedrijf kan omvallen. Maar vaak de producten die je hebt gekocht. bij dat bedrijf blijven wel van jou. Maar als alles digitaal is. en de producten staan op Facebook. en die staan op YouTube. dan ben je dus ook je eigen. Je bent alles wat je zelf bezit. ben je ook kwijt. als je niet zelf daar de eigenaar van bent. Maar, maar een is, dit een, is dit een realistisch toekomstscenario? Als je kijkt naar de wereld. die toch altijd de, de, de macht van de grote partijen heeft gekend. Laat ik het maar even een centraal model noemen. of dat nou. Uh, in het verleden de wat klassiekere grote bedrijven waren... die in de olie zaten, weet ik wat. En tegenwoordig zijn het dan de Facebooks en de YouTubes. En over tien jaar zijn misschien weer andere mogendheden... uit, uh, weet ik veel, uh, China, saudi arabië of waar dan de macht ook zit. Maar het zijn altijd een select aantal hele grote partijen... die heel veel macht hebben. Dat druist natuurlijk volledig in tegen het scenario wat jij nu schetst. De decentrale model, ja. ja. Maar waar geef je de voorkeur aan? Wat, wat lijkt je een leuker, leuker dat, dat, antwoord? Dat jou? Ja. ja. ja dat denk, maar mijn vraag ik. is, ja. is dat een realistisch model... Nou ja, dat hoe is, krijgen dat, we dat voor dat elkaar Dat wordt dan? realistisch als de techniek zo ver is dat je dit ook daadwerkelijk kan aanbieden. Ja. En dat is eigenlijk de uitvinding die dan met Bitcoin is begonnen. Ja. Dat het een manier is om decentraal uh, waarde uit te wisselen. Nou, bij Bitcoin is dat dan geld, hè? gewoon muntjes om even zo simpel te maken. Ja. Maar de digitale waarde uitwisselen kan natuurlijk ook iets anders zijn dan geld. Dat kan ook een, een concertkaartje zijn. Dat kan ook een, een YouTube-videootje zijn. Dat kan ook een muziekstuk zijn. Dat kan ook een scriptie zijn. Uh, ja, verzin eigenlijk iets wat een digitaal kenmerk heeft, een digitale waarde heeft. En ik, ja, ik heb dat gemaakt, of jij hebt dat gemaakt. En ja, daar wil je je zeggenschap hebben over het verspreiden en over het gebruik door een ander daarvan. We komen gewoon steeds meer in een economie terecht waar dingen digitaal waarde hebben. Ja. En dan wil je, dat, wil je dat eigenaarschap ook goed kunnen borgen. En dat, dat, dat probleem heeft Bitcoin decentraal opgelost. En, en dat, dat model moet in mijn ogen, of nee dat moet niet, dat krijgt nog heel veel groei in heel en veel andere domeinen. En wat is de rol van Amdax daarbinnen, binnen dat uh, ecosysteem? Nou, ik denk dus dat dat een disruptief model is, wat de, de wereld van... Internet heel erg gaat veranderen. Ja. En wat ook echt de volgende generatie internetgebruik gaat uh, realiseren. Want je kan nu zo dadelijk digitaal actief zijn, een digitale wereld. Uh, actief in zijn waarin je content maakt, producten maakt, uh, die je kan verkopen, verspreiden. Waar je zelf de eigenaar van, tooma de eigenaar van kan zijn en daarmee ja. groei kan creëren. Um, en dat is dan een decentraal model, dat klopt. Um, en wat Andax zou willen aanbieden is dat je als belegger of investeerder die groei kan meemaken. Dat wij kunnen ondersteunen om die belegger te helpen bij het kiezen van die projecten of die innovaties waarin die groei zich daadwerkelijk gaat manifesteren, zodat je daar uh, uh, ja, bij kan zijn op het moment dat het gebeurt. Wat dus veel breder gaat dan um, uh, de, de, mijn bitcoin bij jou stallen. Ja, maar dat, maar dat kan een vorm zijn. Kijk, dus, ja. uh, kijk, mensen die de bitcoin willen opslaan bij ons, dat, dat doe ik. Ja. En dat vinden we ook een heel goed idee. Bitcoin kan je ook zelf opslaan. Het is gewoon een digitaal product dat je zelf kan opslaan. Ja. Dat gaat ook mis. En sommige mensen ja, vinden dat heel belangrijk, want het is centraal. Je wil niet afhankelijk zijn van een centrale partij. Je hebt ook mensen die hebben zoveel, die willen dat niet meer zelf doen. Die vinden dat een risico. Of die hebben daar gewoon geen behoefte aan om dat zelf te doen. Dan doen wij het. Maar, uh, het is keuze. Even, even, even dat decentrale. Sorry dat ik, ik wil nog meer dingen weten over Andax ja, ja. Maar als je dat decentrale helemaal doortrekt, is het dan ook bestaansrecht überhaupt voor bedrijven, zoals bijvoorbeeld ook in Andax Want dat heeft ook weer iets centraals in zich. Nou ja, ja, eens. Ja, daar zit wat in. Dus als, je dat, als je het helemaal doortrekt, kijk, ik ben er ook. Um, als ik fundamenteel kijk naar hoe die bitcoin concepten werken, vind ik het echt prima als mensen zeggen ik bewaar het zelf. Ja. sterker nog, ik bewaar ook bitcoin zelf. Ik heb een beetje zelf en ik heb een stukje bij, bij Andax staan. Um, gewoon een spreiding van risico. Maar op het moment dat dat vermogen wat groter wordt, dan weet ik wel dat de kluistechnologie die Amlax aanbiedt ja, ja. vele malen beter is dan degene die ik thuis tot mijn eigen beschikking heb. En um, ik weet ook dat geboord is als er mij iets gebeurt. Dat ja. er dan gewoon netjes overdag naar mijn vrouw en mijn kinderen plaatsvindt. Ja. Um, dat het niet zomaar um, geroofd kan worden. Dat ik niet uh, in mijn private key kan verliezen en dat ik uh, de toegang in één keer uh, helemaal niet meer heb. Weet je, de, dus er is altijd wel een balans. Dus het professioneel inrichten versus, uh, versus zelf doen. Ja. Maar het kan allebei. En ja. ik, heb er, ik heb er uiteraard vrede mee als mensen daarvoor kiezen. Maar de handel bijvoorbeeld is weer iets anders. Als ik mijn bitcoin wil kopen of verkopen, dan moet ik wel twee partijen bij elkaar brengen. Hè? De ja. koper en de verkoper. Ja, dat, dat is per definitie iets wat centraal beter te organiseren is dan decentraal. Er zijn ook wel decentrale varianten. Ja. Uh, er zijn ook heel sterk opkomend. Decentrale beurzen. Um, maar goed, zitten, daarin bieden wij een centraal um, uh, wisselpunt. Wat is het onderscheid vermogen van Amdax? Zijn jullie iets heel anders? Dan ja, we zijn, wat dan zijn iets jullie? anders. De, de, de Bitfavos en Binances van deze wereld, dat zijn echt handelshuizen. Dus dan gaat het voornamelijk om de koop en verkoop en de handel in crypto's. Ja. Dat is ook waar ze de consument mee lokken, waar ze ook het geld mee verdienen. Gewoon transactie omzet. Um, wij positioneren ons meer als een private bank in crypto. Dus wij zorgen ervoor dat de opslag goed geregeld is, dat je kan handelen als je het wil. Dus ja. dat is zeg maar je eigen portefeuille managen. Um, maar we helpen je ook bij het, um, uh, met, de, uh, met portfolio management. Dus wij doen bijvoorbeeld asset management, vermogensbeheer, ja. Ja. Uh, dat wij portefeuilles voor onze klanten ah. uh, creëren en binnen een mandaat uh, uh, sturen op de inhoud van die mandjes. Jullie zijn gewoon de next gen BlackRock eigenlijk? Ja, zo kan, ja. kan je het. Het ook, dat dan is ook een nog, dienst. Type, dan, dan zit er nog een aardig groeipad uh, aan te komen. Er ja, is, is veel te winnen, want er zijn ook heel weinig partijen die dat doen. Ja, ja. Hey, en als jij nou als ondernemer uh, kijkt, dan denk ik, je bent in 2019 begonnen. Uh, ze zeggen wel eens, uh, nou, ondernemen is een bumpy ride. Nou, dat is bij jou niet echt overdreven volgens mij. Als het gaat om een ride, hoe zet je een bedrijf op? Wat zo uh, met pieken en dalen te maken krijgt. Dan denk ik alleen maar even heel plat financieel. Hè? Hoe, hoe manage je zo'n bedrijf? Liquide, technisch? En ja, is natuurlijk hoe... gewoon heel lastig. Ja. En daar kunnen we kort over zijn. We, in 22 is uh, de crypto-markt ongeveer 80% ingezakt. Grosso modo. En die is ook precies zeg maar in dat kalenderjaar heeft het ongeveer die krimp plaatsgevonden. Dus ook niet zo dat je het netjes over twee jaren verspreidt, dat je het een beetje kan wegmanagen in een <laughs> jaarrekening. Nee, het is echt gewoon 22 is gewoon een dramajaar. Ja. Het alleen maar de koers naar beneden zijn gegaan en soms echt met enorme klappen. Uh, dus dat dat is dan gewoon een heel slecht jaar. Uh, valt er op te sturen en te ondernemen dan nou best wel moeilijk. Het is niet kijk, als de markt 80% krimpt, uh, je bedrijf krimpt niet 80%. Nee. Dus ja, uh, 22 is voor ons een uh, negatief jaar. Sterker nog, wij hebben de uh, moment aangegrepen om op het moment dat de markt verandert... en de, iedereen wordt voorzichtig of mensen handelen even niet en wachten af... Ja, dan, uh, dan gaan ook je activiteiten veranderen. We zijn niet de hele dag met klanten bezig, want die doen gewoon even wat minder. Dus je gaat je veel meer focussen op je bedrijfsmodel. Ja. Um, in ons geval betekent dat ook nieuwe doelgroepen kunnen bedienen. Kijk, en Je wil zoveel mogelijk onafhankelijk van de marktomstandigheden uh, je bedrijf doen groeien. Ja. Um, en we hadden het net even over die bedrijven die alleen maar de handel faciliteren. Ja, als er geen handel is, dan stopt ongeveer het bedrijf. Dus die gaan in een soort van hibernation mode. Ja, dat wil ik niet. Dus we, we, ondanks dat we jong zijn, zijn we echt heel erg op zoek naar die manieren om ja, markt onafhankelijk toch gewoon netjes te kunnen groeien en uh, toegevoegde waarde te kunnen bieden. En hoe doe je dat dan? Nou, als eerste door niet alleen maar naar consumenten uh, te kijken. Dus de consumenten die het of zelf doen of die vermogensbeheer doen. Dat hadden we al. Maar dat we nu ook kijken naar een zakelijke uh, positionering. Dus we hebben naast business to consumer doen we nu business to business. Ja. En dat klinkt een beetje alsof je ja, rechts om kijkt en er is een nieuwe doelgroep. Maar dat betekent vooral technisch heel veel. Je moet uh, je platform heel erg aanpassen, wil je business to business goed kunnen bedienen. En vooral ook omdat die businesses natuurlijk ook weer klanten hebben. Dus ja. het is niet alleen naar het bedrijf toe, maar ook via dat bedrijf naar de eindklant toe. Dus het is business to business, maar ook business to business to consumer. Ja. Uh, dus bepaalde nieuwe doelgroepen zijn bijvoorbeeld naar uh, die NFT-markt uh, waar je het over had. Uh, denk aan een marketingbureau als een Adidas of een Nike die een NFT-propositie op de markt zet om dat te combineren met de schoenen en de shirtjes. Uh, om daarmee community uh, op te kunnen bouwen. Aha, waar jullie de technologie daarvoor doen? Daar moet kunnen, er een heleboel techniek bij komen kijken. Ja, distributie, veilig opslaan. Er komt ook een, een, een money stream uit. Want uiteindelijk wordt er wel betaald. Dat is in crypto. En die crypto-omzetten moeten waarschijnlijk ook door. Het bedrijf in kwestie wordt omgezet in euro of, uh, of, of andere munten. Dus je, okay. hebt, je, hebt allerlei, je hebt allerlei zaken die infrastructureel gemanaged moeten worden... Uh, die je in business-to-business wil business kunnen aanbieden. Maar dan is onze klant echt zeg maar de NFT-aanbieder. Yeah. En niet zozeer de consument die met die NFT uiteindelijk nee, aan de haal gaat. Snap ik. Uh, miners bedienen we ook, dat is hetzelfde verhaal. Maar we, we doen ook business to business to consumer. In die zin. Um, stel je voor dat de Giro, dat kennen we natuurlijk allemaal als voorbeeld. Dat is overigens geen klant van ons, maar werkt even voor het voorbeeld. Mm -hmm. die, um, die biedt nou aandelenhandel aan. Maar die zou ook bitcoin kunnen aanbieden. Dat, voor veel klanten is het. Uh, ik, ik denk ik die in de aandelenbusiness zitten, is best wel relevant om ook crypto's te kunnen kopen. Maar nu moeten ze dus naar een crypto-aanbieder en naar een traditionele. Aandelenhandelaar is eigenlijk heel raar. Het is voor hen gewoon een financial asset, waarom niet bij hetzelfde clubje. Ja. Maar wij kunnen nu met onze technologie in de app van een de Giro aandelenhandel en opslag faciliteren. En nu hoeft dus de Giro zelf niet de licentie te halen, want dat leunt op onze licentie. Dus wij nemen alles. Techniek, opslag, handel. Ja, en, en zeg maar de plugin in, dat, in de app van de Giro nemen we over. Ja. Inclusief de, de registratie bij DNB die daarvoor noodzakelijk is. Dat hoeveel mensen doen dat nu? Wij zijn nu met 35 man. Okay. Ja. En daarmee proberen we dus in ieder geval de, de scheiding tussen business uh, to consumer en business to business te maken. Dat je eigen koers onafhankelijk kan opereren. Yeah. Yeah. Zo'n NFT-project bijvoorbeeld. Weet je, en Nike denkt na over zijn NFT-project vanuit marketingdoeleinden. Maar dat staat helemaal los van de koers van Bitcoin. Ja. Klopt. Dus dat is iets, iets minder volatiele handel, of tenminste ja. iets minder gekoppeld aan de koers van de bitcoin, zeg maar. Ja. Dat is wel gek. Ja, en in ja. zich hebben we natuurlijk al een iets comfortabeler positie door de bovenkant van de markt te pakken. Ja. Vermogensbeheer vanaf 100.000 ja. euro. Dus dat zijn andersoortige beleggers dan iemand die voor een tientje even naar het casino gaat. Hmm. Maar ook die mensen zijn gevoelig voor hype en prijsstijgingen. Dus we zien, ook wij zagen dat we de meeste handel hadden, de meeste nieuwe klanten. toen Bitcoin echt all-time highs begon aan te raken. Ja. Terwijl je zou denken: dat zijn verstandige beleggers. die kijken wat verder, kijken wat eerder. Maar ook, uh, dat, dat hebben we ook. We hebben ook klanten die nu instappen. die wat beter begrijpen hoe dat gaat. Maar zo ga je met consumenten te maken hebben. of het nou rijke, rijke consumenten zijn of, 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 of retail consumenten. Mm. Uh, daarin speelt uh, ja, het sentiment een belangrijke rol. het sentiment is nu gewoon niet zo heel erg goed. Uh, de, de mening van de consument, met alle respect, die moet, daar, daar moet jij natuurlijk los van opereren. Daarom vind ik jou interessant. De strategie die je schetst: van als je kijkt naar de hele wereld van digital assets. En, en wat daar allemaal staat te gebeuren, wat veel breder gaat dan alleen maar geld. Ja. Uh, ja, dan kan ik me voorstellen dat je veel strategischer markt benadert uh, dan uh, kijk zo'n Adidas-verhaal wat je nu schetst. Dat maakt het voor mij heel concreet. En dan denk ik van ja, en dan boeit het eigenlijk niet zozeer wat er met die Bitcoin-koers gebeurt, nee. volgens mij. Daar ben je veel losser van, Operis. Veel groter verhaal dit. Ja, klopt. Um, heb jij, uh, ben je de, de ik, ik gooi ze even allemaal op één hoop. De, de gevestigde orde, uh, heb je die uh, heel hard nodig of ben je ze liever kwijt dan rijk? Dan bedoel je de gevestigde vermogensbeheerders, banken, bank, bank, uh, uh, ja controle de, de Nederlandse bankachtige organisaties, dus de, de toezichthouders. Uh, noem maar alles voor alles wat gevestigd en. Uh, ja, nou ja, kijk, we, ik denk dat we wel geleerd hebben dat toezichthouders in ieder geval belangrijk zijn, hè? Ja? Uh, Nou, we hebben afgelopen jaar natuurlijk wel een partij, aantal partijen gezien die uh, ja. flink misbruik hebben gemaakt van een situatie dat er bepaalde domeinen geen toezicht was. Uh, ik vind dat overigens zelf wel heel bijzonder, want uh, ja, je hebt als ondernemer ook natuurlijk nog je eigen kompas. Dacht ik, hè. Ja, ik nee, dat, maar ik kan me alleen wel dus, voorstellen dat je zegt centraal toezicht druist ook weer een klein beetje in tegen je filosofie. Ja, we doen dan meer op toezicht over hoe systemen moeten werken. Of ja. je partijen kan vertrouwen en wat ze op orde moeten hebben voordat ja. ze een product mogen aanbieden. En Dat je er impliciet als consument vanuit mag gaan dat ze bepaalde minimale zaken gewoon op de juiste manier uitvoeren. Daar, dat toezicht, dat ze daar, daar ontbrak het aan. Ja. Dat, is, uh, dat is duidelijk. Ik denk oh ja. dat de, de Bitcoin of, en crypto's in bredere zin een, uh, een belangrijke plek gaan krijgen in die financiële wereld, in de financiële economie. Maar uh, dat gaat langzaam en dat is voornamelijk als iets beter blijkt te zijn dan wat we nu hebben. Dat is ja. een beetje het punt. Het, het, iets wordt pas geadopteerd als het beter is dan wat er nu is. Ja. En dat uh, dus het, het gebruik van crypto, in welke vorm dat dan ook is, uh, ja, dan moet er gewoon overduidelijk zijn dat je het gebruikt, eigenlijk zonder dat je doorhebt. En dat het beter is wat je daarvoor had. Er moeten use cases komen die gewoon ja. in dagelijks leven. gaan is, doen. En dat is met die NFT's voor veel mensen zo makkelijk. Kijk, ja. ze snappen de use case van een heel duur plaatje, snapt niemand. Nee. Want dan moet je in het community denken, gemeenschapsdenken uit gaan leggen. Nou, dat is allemaal een beetje vaag. Ja. Maar als je het hebt over een concertkaartje, waarmee je in ieder geval kan zorgen dat je met hetzelfde kaartje niet twee mensen toegang geeft, of dat dan wordt het twee bosma. keer verkocht wordt, ja. dan snappen mensen dat meteen. En dat je ook mensen, dat je in de zaal dan voor een aantal van die mensen een uh, meet and greet kan geven op dat digitale kaartje. met, uh, met uh, de artiest in kwestie. Ja. Dat zijn, en dan ga je die gemeenschap en de toegang ga je koppelen. En, dat is, dat is, en dan gebruik je crypto zonder dat je door hebt. Dus ik denk dat die use cases als eerste komen. Ja. Maar denk ook aan uh, verhandelbaarheid van obligaties. Is misschien uh, op de blockchain voor internationaal uh, perspectief wel veel makkelijker. En dat heeft uh, ABN Amro Bank heeft een een paar gedaan met een, uh, een crypto-obligatie, dus uh, de, gewoon door een bank. Dus, ja. Ja, dus het, het komt wel, en het gebeurt wel, ja. uh, en uh, maar altijd als het iets, iets verbetert. Ben je dat is Amdax uiteindelijk een financiële instelling of een tech-instelling of beide? Ja, beide. Ja. beide. Ja, we, uh, de kosten zitten in techontwikkeling. Ja. Ja, dat is, ja. Uh, Maar het, het zijn wel veel al financieel gerelateerde diensten door tech. Ja, ja dus fintech. Ja, vind, misschien is fintech wel een goed woord. Ja, ja. ja eigenlijk ja. wel, hè? Ja. ja. Mag ik jou heel veel succes wensen met de verdere uitbouw van, van jouw prachtige fintechbedrijf Amdax? Super interessant, ga je in de gaten houden. Ja, nou dankjewel. Uh, dat was er weer een prachtig gesprek op CVD-TV, zoals ik ze uh, zo graag maak met uh, deze keer Amdax in de, de spotlights. In de beschrijving. Meer informatie als je meer wil weten uh, over Amdax. Zit je te luisteren naar de podcast. Ook daar zal ik een linkje toevoegen in de beschrijving. Uh, laat weten wat je ervan vindt. In de review uh, op je podcastkanaal of uh, in de comments onder uh, de YouTube-video. En zit je op YouTube over twee seconden twee nieuwe video's. Voor nu, dankjewel. Hoi.